Heilige maand Ramadan reeds ingegaan. Zoals bekend is de vaste maand bij de moslims, de Ramadan, reeds ingetreden. De vaste maand houdt in dat de moslim vanaf de ochtendschemering tot zonsondergang niet eet, niet drinkt en niets doet wat het vasten ongeldig kan maken. De moslim doet dat op de eerste plaats als een opdracht die de moslim invult voor de Almachtige. Het is een aanbidding die zij doen om daardoor gereinigd te worden, zowel lichamelijk als geestelijk. Stanley Surupawiro, beleidsadviseur religieuze aangelegenheden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, geeft ter kennisgeving aan dat de Ramadan beschouwd zou kunnen worden als een onderhoudsbeurt voor de persoon zelf, zodat hij de rest van het jaar in goede gezondheid, met energie en met inspiratie al zijn werkzaamheden kan doen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.